Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer weer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet je eigen Viagra gemalen peper maken? Dat kan, het is ook gebeurd, want vandaag is Gracia Avalo bij ons in de studio en ze gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Gracia. Goedemiddag. Hoe gaat het met je? Naar omstandigheden hier. Ik go boom. Ik zit hier. Ja, toch? Even zelf babbelen. Hier, dus is het goed. Ja, toch? Dat is goed. Wie is Gracia eigenlijk voor we naar product gaan? Ik ben Gracia Avalo. Mm-hmm. Ik zit in de 40. Ik ben mommy van 1. En dat is een beetje. Ik ben ondernemer. En dat is het, dat is mijn lieve. Mama zijn en werken. Okay, sounds like a good work-life balance. je kan van geen van beide onderuit. Nee. Je moet werken en je moet je kind verzorgen. Dus, als je wil. En je wil? Het is mijn lieve. Ja, precies. Ah, het is mijn lieve. Mooi. En daarna heb je gezegd van, ik heb talent, want ik weet goed met peper om te gaan. En I have an idea for a great product. Er is niet eens daar begonnen. Oké, dan breng me naar het begin. Het is gestart op mijn zwangerschap. Mm-hmm. Nee, het is gestart 2019. Toen was ik al aan het ondernemen. Maar het was een hele andere branche. Ik deed toen een barbershop, korros en een surubetshopje. En 2020 hadden we COVID. Mm-hmm. En je gaat moeten stoppen, want je huurt de plek. Het werken gaat niet. Je kan geen huur betalen, dus. Mm-hmm. En in de tussentijd 2020 was ik in de verwachting daarna van mijn dochter, mm-hmm. Dus COVID. En ik had dat van, ik wil mijn dochter op een ouderwetse manier opvoeden. Ik wil geen om niemand om aan niemand te komen, niemands product, maar ik had dat van, ik wil geen pap uit de winkel verder halen. Ik wil er pap zelfs maken. En het is gestart bij bananenmeel. Mm-hmm. Gewoon simpelweg schillen, snijden, in de zon zetten. We hebben afwisselend weer hier. Mm-hmm. En dat ging een beetje moeilijk. Want op het moment dat er even een beetje water op je banaan is gevallen, kan je het wegdoen. Mm-hmm. Ja, kan je hem weggooien, is niet meer goed. Zo, nadat mijn dochter er was en ze heeft mooi flink de pap gedronken, een beetje ouder geworden. En ik dacht van, ik ben toen gaan werken. Ik ben gaan werken. Mijn werk beviel me wel, moet ik eerlijk zeggen hoor. Mm-hmm. Maar het bleef kriebelen. Het bleef kriebelen ergens. En ik ben eigenlijk mijn oude werkgever een beetje dankbaar. Want mm-hmm. mijn werkgever was dan niet meer zo leuk. Mm-hmm. Dus ik heb op een moment dat ik dat van, We gaan het zelf doen. Mm-hmm. Ik wil geen goeiemorgen baas meer zeggen. Mm-hmm. Ik wil gewoon weer. Want ik zat er al in en ik of Vira, sweetie, toch? Mm-hmm. Van je eigen tijd bepalen een beetje. En je kan voor alles mee spelen. Dus ik dacht, we gaan er weer voor. Maar natuurlijk, je kan je pasboom weer gewoon gaan starten met wat. Dus ik kwam mijn oude familievriend weer tegen. Mm-hmm. Meneer, hoe gaat deze rie? Ja, ja dus niet, een, maar, okay. Het valt in, komt het ander, Toro, Chatori, we zijn gaan praten. En op een moment zei ik tegen hem, ik zeg van, ik wil niet meer werken. Ik wil niet meer werken, ik wil gewoon iets voor mezelf doen. Nee, je wil niet meer werken voor iemand. Zeg het goed, want we werken nog, daarmee zijn we gestart. Ik wil niet werken voor iemand, ik zeg, ik wil mijn eigen ding doen. Mm. Dus op een moment zegt hij tegen me, denk nou wat je wil doen. Ik zeg, ik wil pap doen. En hij me toen vraag, wat als ik investeer? Je spullen voor je koop en je betaalt me terug wanneer het balletje begint te rollen. Tuurlijk ben je een beetje bang toch? Want je weet niet welke kant het op gaat. Je weet niet hoe het gaat zijn. Ik weet als ik mijn scholen terug ga, wat kunnen betalen. En ik zeg, let's go for it. Mm. We gaan ervoor. Ik ben gestart met pap maken. Mm-hmm. Maar niet echt een gros. Mm-hmm. Surinamers, ze gaan liever naar de winkel om een pakje pap te kopen met gewoon warm water, even snel oplossen. Ze willen niet gaan staan koken. Mm-hmm. Dus het ging niet echt. Ik had wel mijn klanten, maar niet echt een groot.
Maar toen dacht je, nee, we gaan niet opgeven, want je had nog meer tricks op je sleeve. Ja, en hetzelfde is weer gaan gebeuren. Ik heb hem met hem de roever gehad. En hij zei tegen me, probeer wat anders. Mm-hmm. Probeer gewoon wat anders te drogen. Probeer van alles te drogen. Mm-hmm. Ik heb echt een beetje van alles gedroogd. Zomaar hoor. Mm-hmm. Kondervloek, uien, van alles. Mm-hmm. Soepgroenten. En we kwamen bij peper. Mm-hmm. En hij zei op een gegeven moment, zei hij ook tegen mij, hij zei, ja, doe die peper door. Maar er zijn zoveel mensen mm-hmm. die ook peper doen. Dus ik had dat van... Ik zei van peper. Ik zei, ik wil geen peper doen. Er zijn zoveel mensen die van peper maken. Ik wil geen peper doen. Dat is een no-serie. Mm-hmm. Hij zei, weet je hoeveel mensen koek verkopen. En weet je hoeveel mensen brood bakken en cake maken. Die mensen verkopen. Iedereen op zijn eigen ding. Mm-hmm. Ik zei van, we gaan het proberen. En ik ben toen gestart met peper. En ik had alleen mijn oven. Ik had mijn droog oven. Mm-hmm. Verder zat ik niets anders. Dus het was zwaar werken. Het was echt zwaar werken. Het was ik ben gestart met een blender. Een blender van mijn zus had gehad. En een sieve. Dus ik was echt tot laat bezig. En het was een beetje vermoeiend. Mm-hmm. En waar ik eigenlijk toen ben gaan beseffen... En toen zei meneer Hooghart ook, zei van, je moet het anders doen. Ik kreeg precies binnen die maand dat ik was gestart, kreeg ik een grote bestelling van een Chinees. Mm-hmm. En als ik het goed heb, waren het 700 pakjes. Ik had toen ook nog geen flesjes. Ik ben gestart met pakjes, gewoon kleine deze, zakjes. Deze zakjes? Yes, ik ben gestart met deze mm-hmm. zakjes. Dus de Chinees belt, hij zegt, hij wil 700 zakjes hebben. Dus je was blij en je was direct in paniek. Ik was tegelijkertijd. Het waren beide. Een mandje, ik was een periode ook aan het verhuizen. Dus het was inpakken, bezig zijn met peper. Inpakken, bezig zijn met peper. Ik heb een... gelukkig mijn moeder en mijn zus die er dan waren om mijn dochter dan ook op te vangen. Mm-hmm. En de eerste keer toen ik heb geleverd en ik kreeg mijn betaling, ik dacht... Wacht even, mensen. Hiermee kan ik niet stoppen. Uh-huh. Ik ga door moeten doen. Uh-huh. En een week daarna, nadat hij die eerste 700 pakjes had genomen, belde hij mij binnen een week. Belde hij me weer. Mag ik 800 pakjes? Uh-huh. Zoals tweede challenge. Uh-huh. Want ik was met een blender bezig en een sieve. En aan het verhuizen. Uh-huh. Dus het was zwaar. Uh-huh. Maar het is gelukt, omdat ik... dat wat ik wel heb, ik geef me... Alles. Los daarvan, ik geef mijn klanten ook al weet ik van... het is veel, ik weet niet, als ik het woensdag ga redden, dan ga ik het toch zeggen, ik ga het woensdag. Woensdag geef ik het, woensdag heb dus ik het af. Je houdt goed van een challenge. Woensdag heb ik het af, ook al moet ik de hele avond werken. En van het een kwam het ander. Het begon een beetje te gaan. Je begint een klanten, gewoon individuele klanten te hebben. Ze vinden het lekker, ze vinden het goed. En dan gaan ze andere mensen erover vertellen. En dan bestellen ze familieleden in het buitenland. En dan kom je zo in aanraking met andere mensen. Dus er wordt steeds, de vraag werd steeds groter. Yeah. Waardoor ik daarna... andere machines moesten gaan aanschaffen. Ik moest gaan uitbreiden. En dan komen we weer bij de goede meneer Hooghart. Moet ik met meneer Hooghart gaan praten? Want hij ziet... zijn netwerk is breed. zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft meer machines van me laten halen. Makkelijker. En op een gegeven moment zegt hij tegen me, probeer flesjes. Ze hebben ook potjes. Ik zeg, nee man, ik denk dat die flesjes... Hij zei, ja, probeer flesjes. En ik mag niet jokken. Die flesjes gaan harder dan mijn pakjes nu. Is makkelijker gebruiken, toch? Mijn flesjes gaan harder dan mijn pakjes nu. En ja, dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ik moet wel zeggen, ik heb veel geleerd. Ik heb veel ups en downs even gehad. Vooral qua peper kopen. Nee. Nou, ik denk dat de challenges en de ups en downs het mooie van het verhaal aan de side leggen. De focus van iemand die
voor zichzelf werkte, eigen naar een basis te gaan, heeft besloten het risico te nemen om iets nieuws te proberen, die klanten heeft gehad, die zoveel gechallenged is en nog steeds hier staat. Hou niet eens meer naar de piepen kijken, want je hebt je product nog steeds hier. Dus dat wil zeggen dat je oplossingsgericht kan denken en dat je zo denkt van waarom willen ze zo weg en jij gaat het laten lukken. Dus of er nog maar 3 peperbomen zijn of 6000 peperbomen, je gaat je pepers vinden, want je product is een goed product. Mensen willen het. Er zijn repeat sales. En dat is dat jij het gewoon doet. Met je dochtertje, met alle struggles van het leven en de work-life balance, you're making it happen. So to worry now, that would take away the light of something so beautiful. Je hebt een prachtig product hier. So, ik kijk naar twee soorten, want je hebt gele pepers en je hebt rode pepers. Yes. Je hebt small packages, je hebt medium packages en je hebt large packages. Dus naar je luister, heb je een lokale afzetmarkt en een internationale afzetmarkt. Je hebt een goede investeerder die achter je dromen staat en constant potentie ziet en bijstuurt waar het beter kan. Ik denk dat je on a roll bent. En dat is nog maar net het begin. Is het begin? Ik wil groot gaan. Ik wil zo groot gaan. Mm-hmm. En dan gaan we er gewoon voor. Dus op een moment wanneer ik soms zit te denken, weet ik zelf niet eens hoe groot ik wil gaan. Maar ik zie gewoon een fabriek. Ik zou je wel zeggen, the limit does not exist. Mm-hmm. En je hebt de drive. Je hebt de visie en je hebt een goede support system. Mm. So technically there's nothing stopping you. Yes. Dat moet ik echt wel ook zeggen hoor. Mm. Belangrijk is ook de mensen die achter je staan. Want mijn moeder en mijn zus. Ik heb daar gewoon van. Ik denk van vandaag niet. Dus ik zeg vandaag ook. Mm. Vandaag ook. Je hebt een kind om te eten. Vandaag ook. Je hebt me verteld over het product, je hebt me verteld over de journey hier naartoe. Maar iedereen die nu kijkt en nog niet heeft kunnen proeven van dit geweldig product dat je hebt, waar kunnen ze het halen? Waar moeten ze zijn? Misschien moeten ze je bellen. Ik heb wel een aantal winkels. Mm-hmm. Maar het mooie ervan is, ik heb niet allemaal al die namen. Okay, dan kunnen ze alvast een appje sturen voor het product dat ze het willen hebben. Ze mogen sowieso een bericht sturen en dan kan ik een locaties geven. Maar sowieso Noord, Fransje Panenstraat, Johannes Mungerastraat. Dat is zo'n beetje die buurten. Mm-hmm. En ik ben van plan verder te gaan. Ik wil naar Albina, Longo, Sanderé. Ja, Sipaliwini. We nemen alles, we nemen over. Dat is het juist, ik heb het zo lang niet gehoord, we nemen over. We gaan het gewoon doen. Yes. Krasja, ik zou eigenlijk nog urenlang met je door willen praten hierover. Want ik denk dat er nog veel meer is gebeurd voordat je tot dit punt bent gekomen. But that's for another cute time. Yes. Ik wil je bedanken voor het komen. En je heel verhaal door. Iets wat echt sterk naar boven komt als ik naar je luister, is je doorzettingsvermogen. En ik hoop dat je blijft doorzetten. Dat je fabriek komt. Dat je anywhere in the world waar we naar een winkeltje gaan of online kijken, weten we dat we jouw product kunnen vinden. Zeker. En ga gewoon ervoor. Ik moet je bedanken en ik stel het op prijs. Het is een eer. Oh, is een eer om hier te zitten. Heel hartelijk dank. En misschien ben ik de volgende keer weer om dan te vertellen wat het groter is, toch? Natuurlijk. Hier gaan we het doen. Dan ben ik er dan weer. Thank you for Thank coming. You so much. Graag gedaan. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Grasha Avelo bij ons in de studio. En Grasha had een idee en had de wilskracht en heeft besloten om van haar idee gewoon werkelijkheid te maken. Want zij heeft Viagra gemalen peper. Er zijn 2 soorten, gele en rode, dus jij mag zelf kiezen. Dus ik wil bijna zeggen, alle goed gesorteerde winkels. Maar we kennen niet alle winkels en de business gaat zo goed. Ze kan 800 pakjes binnen een week. Dus als jij 1000 wil, moet je wel vooraf bestellen dat ze het rustig goed gaan inplannen. Ze heeft een Facebookpagina. Ga de pagina liken. Volg de motion. Deze vrouw is on a roll en ze wil alles hebben. En ze gaat er ook voor. Dus support deze Surinaamse vrouw. Support their business. En let's help each other. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.